Voordat we gaan beginnen met deze video heb ik eventjes een mededeling, want alle merch is weer op voorraad op clonyarmy.nl, dus ga er nu heen via de link in de beschrijving. Er zijn nu gloednieuwe glitch t-shirts, neon t-shirts, ook doodies zijn weer op voorraad, er zijn ook gewoon normale shirts, letterlijk. Alles is er weer, dus ga nu naar clonyarmy.nl. Ik heb als allereerste wel eventjes zin in een potje edelstenengrij met my man Dynamike. Here we go, we drukken op spelen en als we deze winnen krijgen wij ook een gratis star drop. Dus dat is super nice. Oh, het is deze map. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Oh, zij hebben ook een Dynamike. Een Diamond Dynamike? Oké, mijn skills gaan getest worden. Wij hebben ook een Jackie en een Bow. Oké, helemaal mooi. Oh jeetje, oh, ik moet hier ook eigenlijk niet heen lopen. Wow, wat gebeurt er allemaal? Oké, volgens mij hebben we deze fight wel een soort van gewonnen. Oh nee, zij hebben nog twee levende mensen. Dat was echt gewoon één mega-explosie. Oh, bommetje daar. Oh my god, dat was een double kill, of niet? Oh my god, en die Bow heeft die andere Dynamike. Oh, dat was insane. Lekker, bro's. Lekker. Oké, we hebben die eerste fight gewoon dik gewonnen. Dat bommetje daar. Wat, die Bow staat gewoon helemaal stil. Is die gek? Oh, we moeten wel eventjes oppassen voor de super van Dynamike. Ik moet ook eigenlijk ook wel even zo meteen een schokgranaatje. Oeh, pas op. Ik moet zo even een schokgranaatje gaan gooien eigenlijk. Daar. En boom. Dat was insane. Zagen jullie dat? Ja, sorry. Ik moet wel een beetje focussen. Want mijn drempel op Dynamike begint steeds hoger te worden. Dus ja, steeds meer echte spelers. En dus ook goede spelers. Volgens mij is alleen die Dynamike goed in dit potje. De enemy Dynamike. Want die krijg ik best wel lastig dood. Oh, nice. Hele goede hit. Hele oh, nee. Niet de bom van Dynamike. Oh my god. Nee. Wacht. Al die gems droppen daar. Oh my god, ik was zo dom. Ik had niet door dat ik... Oh my god, ik had niet door dat ik zoveel gems had. Nee, snel. Gooi hem daar op die Bow. Gooi hem op die Nita. Gooi hem op die Nita. Pak de gems en rennen, bro. Ren voor je leven. Dit is nu al zo'n intens potje. Oh, we hebben nu trouwens wel countdown. Super nice. Jullie hadden het echt gesaved, man. Oké, deze even daar. En dan bommetje daar. Is die Dynamike ook weer uitgeschakeld? Die is het meest gevaarlijk. En nog even bommetje daar en is het finish. Oh my god, wat een lekker potje. Jeetje, Mina. En ik heb ook star players. Dus ja, kijk eens even aan met 8 eliminations. Very nice. Maar ons team deed ook gewoon echt heel erg goed. Dat was gewoon een clean potje. En wij hebben nu die blauwe drempel voor Dynamike. Very nice. En kom ook maar hier met die star drop. Yup, here we go. Oké, zeldzaam. Zeldzaam, 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 zeldzaam. Natuurlijk. Alleen maar zeldzaam, hè. Ik heb zo weinig geluk in Brawl Stars. We hebben ook een beloning op het trofee. Pad. En het is een tweede star drop. Insane. Oké, please. Gun mij wat goeds. Oké, we hebben nu al super zeldzaam. Dan hebben wij... Nog steeds super zeldzaam. Het is echt, weet ik veel, 15 star drops geleden sinds dat ik episch heb gekregen. Dit is zo sip. Wat dacht je van gevarenzone? En dan ook gewoon even met Dynamike. Ik heb gewoon even zin in Dynamike. Eerst was Angelo echt mijn main. Alleen nu rage ik te veel op Angelo. Want ik heb echt goede tegenstanders. Dus nu speel ik eigenlijk nooit meer Angelo. Maar hier zijn we in gevarenzone. Met een Buzz, met een Penny. Tegen Colt, Lily en Poco. Oh, dat is de eerste keer dat ik tegen Lily moet spelen in een normale game. Dat wordt spannend. En meneer Buzz... Goed zo. Buzz hoorde mij al schreeuwen door zijn telefoon heen. En hij dacht, nee, 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 Clonnie, het spijt me. Want ik haat AFK mensen. Ook al is het maar voor heel even. Dit is trouwens echt een hele weirde map, man. Moet ook wel een beetje oppassen in deze positie. Want er is daar links een doorgang. Maar ons team doet het echt super nice. Oh, en die Penny heeft ook daar die turret gezet. Dat is echt heel goed. Hoppakee, daar gaat Colt met 3000 damage. What? Hoe zit ook zoveel damage? Oké, die Poco killt ons nu wel eventjes allemaal in ons eentje. Even die Lily daar. Oh, die Lily dodged mijn bom zo gaar. Die Lily stond letterlijk stil. En ze bewoog gewoon even zo een millimeter naar links. Wat doen ze? Dit zijn echt hele rare tegenstanders. Oké, even schokgranaatje. Daar is die Colt ook uitgeschakeld. Damn, dat was wel een clean kill hoor. Ja, dit is wel een easy win denk ik. Tenzij we het echt verpesten. Maar die Penny is wel goed geloof ik. Die Buzz speelt niet heel actief. En die gaat nu ook gewoon echt keihard dood. Oké, we gaan nu allemaal een beetje dood. Even bommetje daar. Oh, dat was heel nice. Dat was heel nice. Ik had eigenlijk een beetje spijt. Want ik dacht van, joh, ik moet een schokgranaatje gooien. Maar ze liepen letterlijk gewoon in mijn bom. Nu even een schokgranaatje. En pats. Dubbel kill. Oh, dat is zo satisfying. Het is ook zo dom als je met z'n tweeën zo uit spawn loopt. Je ziet letterlijk dat ik mijn gadget active heb. Wij hebben nu ook een ei gekregen. Ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen. Ook al kan ik echt niks meer krijgen uit deze eieren. Volgens mij alleen nog maar één Super Ranger Brock. Dus het is niet heel spannend meer. Maar wij hebben zeldzaam.
En we blijven op zeldzaam met 50 bling. Oh ja, trouwens, jullie zien nu ook dat ik echt veel minder bling heb. Want deze video is opgenomen na die mega-ei-opening. Ik heb al die bling uitgegeven aan een Poco-skin. Ik moest best wel een beetje nadenken, want ik vind eigenlijk alle Poco-skins wel sick. Maar deze had de coolste effecten. Je hebt echt van die hele coole effecten als je super doet in een normale aanval. Weet je wat? In plaats van dat we het erover hebben, laat ik het wel eventjes zien in een potje gem grab, I guess. Kijk, met deze Poco-skin heb je dus nu sterretjes in plaats van wat hij normaal gesproken heeft. Volgens mij heeft hij normaal gesproken muzieknoot of zo. En zijn super ziet er ook echt heel gaaf uit. Dan moeten we even die penny turret gaan slopen, want die is super irritant. Waar staat hij precies? Oh, volgens mij is hij nu kapot. Ik weet niet. Oké, we gaan even vluchten. Oh nee, hij staat daar, joh. Oké, die moeten we echt gaan slopen. Super irritant, twee knokkers met een turret. Volgens mij is die penny nu gesloopt en ook die Jesse. Dus nu moeten we erin gaan. Wat zie ik? Nee, goede hits. Oh, oh nee, ik ben net afgegaan. Kom op, pak ze bo. En deze is denk ik wel in de bag, maar we moeten oppassen. Oh nee, laat maar. Zij hebben nu alles. Oké, ik ben gestunt door Frank. Dat is niet nice. Nee, oké, ik heb nog wel net damage kunnen doen. Dus als het goed is, kan mijn team het wel afmaken. Ja, we hebben 6 gems, zij 5. Het gaat heel gelijk op, maar zij hebben nu controle over het midden. Oké, deze kan ik wel pakken. Oh nee, wat? Ik had verwacht dat ik die Jesse zou kunnen pakken. Oké, we activeren eventjes de heal gadget. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Oh, die Frank heeft geen super. Die kunnen we nu punishen. En dan nu deze. Oh, ik had net niet op tijd kunnen healen. Volgens mij heb ik wel mijn super gebruikt. Oh nee, die heb ik nog. Ja, we moeten echt even met z'n drieën erin gaan. Dan is het finished. Oké, die boom moet healen. En dan gaan we erin. We gaan erin. Let's go, boys. Let's go. It's now or never. Oh, wat? Iedereen is dood gegaan. Maar ik heb alle gems. Oké, nu ga ik gewoon rennen. Nee, nee. Doei, Frank. Nee. Oké, ja, ik heb nu genoeg. Oh, dit is zo flipping nice. Ik snatchte en gewoon twee gems van die Jesse af. Holy moly, dat was een stressvol potje. Ik denk dat ik nu maar gewoon mijn zeldzame skin ga laten zien. En trust me, hij is best wel zeldzaam. Misschien is het niet de meest zeldzame skin in de gehele game. Maar ik denk wel dat hij up there is. Hij staat wel in top 5. Maar eerst moeten wij even een star drop openen. Er staat zeldzaam. Waarschijnlijk blijft die zeldzaam. Told je. Nou, wat krijgen we? 25 krachtpunten. Oh, dat is zo generous van Supercell. Echt niet normaal. Jullie zagen het misschien al in de thumbnail, maar de zeldzame skin die ik heb is voor Shelly. Dus als ik eventjes op Shelly klik, zien jullie dat ik Star Shelly heb. Ik wist helemaal niet dat deze rare was. Ik liet hem volgens mij... Nou, ik liet hem niet echt zien op stream, maar ik opende Shelly per ongeluk op stream. En dan zeiden mensen... Oh my god, hij heeft Star Shelly. Of dat was in de video, dat weet ik niet meer. Maar ik heb de Star Shelly. En deze kon je krijgen in 2019 in januari volgens mij. In de eerste maand toen de game echt global ging. Maar ik speelde Brawl Stars ook al voordat het global ging. Dus in de Canada beta. Toen had ik helemaal zo'n Canadees account aangemaakt. En toen speelde ik dus ook Brawl Stars. Toen speelde je Brawl Stars zo. Je speelde het letterlijk zo. En ik weet nog dat ik zo met Shelly zat. En dat is echt op een telefoon onmogelijk. Kon je dat überhaupt wel op een telefoon spelen? Ja, ik speelde toen op een iPad. Lijkt me verschrikkelijk om zo te spelen. Even serieus. Dus ik denk dat we gewoon eventjes lekker een potje edelstenen graaien gaan. En dan drukken we maar op spelen. En dan gaan we eventjes flexen met die Star Shelly skin. Al deze mensen in de lobby denken nu... Oh my god, what the hell heeft Star Shelly? Hoe kan dat? Om heel eerlijk te zijn heb ik Shelly niet meer gespeeld. Waarschijnlijk sinds 2019, toen de game global ging. Dus ja, als ik heel slecht ben met Shelly, weten jullie waarom. En oh my god, ze doet echt nul flipping damage. Misschien moet ik haar een beetje uppen eigenlijk. En dit zijn overduidelijk bots, want hij gebruikt heel zijn super niet. En ik speel ook heel slecht met Shelly. Het spijt me echt enorm. Damn, die bull rusht er in één keer in, maar ik doe zo mijn shot. Oh, heel nice, heel nice. Oké, die dude harass mij een beetje. Stop. Nice, lekker bezig. Oké, die andere Shelly in die bus, die carryen mij echt heel hard. Vooral die bus. Oh, we hadden net al countdown. Oké, nu hebben we weer countdown. Oh, Shelly heeft al die gems. Mooi zo. Oké, gewoon lekker terugtrekken. En ik speel ook een beetje wat safer. Oké, die boel is super nog niet. Maar zometeen wel, denk ik. Oh, heel nice van die bus. Heel flipping nice. Pakken we deze dude nog even. Oh, beide die super op die dude. Dat is zo zielig. Oh, dit is wel een hele sippe score. Oh, nee. Colt. Moet ik het nou zeggen? Nee, oké. Okay, ik dacht al. Oh, crap. Ze hebben het midden nu al veroverd. En ze staan hier gewoon letterlijk stil. Ja, dit zijn overduidelijk bots. Nou vind ik dat Shelly nog steeds wel echt heel weinig damage doet. Misschien is Shelly gewoon niet echt voor mij gemaakt. Oh, pak die Colt even. Oh, net niet. Lucky bastard. Pakken we die Pam maar. Wat? Die Pam jumpt gewoon in haar eentje erin. Hoppa, die Colt. Net gesniped. Even die crow pakken. Oh, heel nice. Oké, okay, nu moeten we wel eventjes gaan healen. Want we hebben ook 3 gems. Dus we kunnen niet echt doodgaan. Oké, okay, pak die Colt. Ik kan het niet laten. Oké, okay, nu moeten we even niet doodgaan. Want die dude is daar doodgaan. Ik ging ook bijna dood. Pak even die Colt. Pats. Oh, nee. Oh, die crow.
Holy flipping man. Oh nee. Oh, die crow deed poison damage. Ik wilde net helemaal compliment gaan geven aan die stuw. Van, yo, je hebt me gesaved, bro. Maar voor een of andere reden pakken ze de gems niet. Oh, nu toch wel. Oh, en nu jump ik er heel dom in. Pak die colt. Oh, dat is een beetje dom voor mij. De countdown is gestopt. Lekker. Oh my god. Ik dacht oprecht dat we deze zouden verliezen. Dat is zo'n domme fout van mij. Ik was vergeten dat die crow zo kon springen. Goed zo. En we hebben alle gems weer. Oh crap. Deze moeten we even pakken. Snel. Yes, super. Nee, hij dropt... wat? Hij dropt ook weer al zijn gems. Oh, dit is echt niet nice. Maar we hebben nu countdown. We moeten safe spelen. Zij hebben dat bij lange na niet. Ik snap dat die gems heel nice zijn. Ik wil ook heel graag die gems. 3, 2, 1. Pak die crow. Ja, nice. Oh my god. Die hebben uiteindelijk echt makkelijk gewonnen. Ja, die stuur heeft ster spelen. Dat vond ik ook. Dat vond ik ook. Want hij had me op zich wel een soort van gesaved. Ook al ging ik uiteindelijk dood door de poison damage. Wij hebben dan nu nog een ei. En die blijft op zeldzaam. Really? Al mijn geluk is op sinds die flipping pack opening van die 162 eieren. Dat was hem weer voor deze video. Smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!